Diego Snipvangers. Net een wedstrijdje gespeeld tegen Twente. En dat was wel een wedstrijdje, zeg. Zeker, hele mooie pot. Veel werklust. Helaas niet gewonnen. Ik kan me voorstellen als je in de 90ste minuut ongeveer de 2-1 maakt. Dat je hem eigenlijk al toch een soort van binnenrekent. En dan gaat hij er toch nog in aan de andere kant. Dat is wel even balen. Zeker, dat is wel balen, ja. Maar ja, ik denk dat we alles hebben uitgehaald. Als team hebben we een hele mooie prestatie geleverd. Je bent een van de vier spelers van NAC die richting Helmond is gegaan. Hoe is dat om hier met vier gasten te spelen hier zo? Ja, voor mij is het denk ik heel goed. Ik kan lekker mijn minuten maken, zoveel mogelijk mezelf laten zien en beter worden. Dus dat is mijn doel hier. Je speelt ook basis, je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Op een gegeven moment ging je eraf. Was dat tactische reden of zat je er doorheen? Nee, ik zat er wel doorheen. Net de blessure gehad. Eerste keer dat ik eigenlijk weer zo lang voetbalde sinds voor de zomervakantie. En toen kwam de kramp, kwam eigenlijk opkijken. Wat ik al zei, je zit hier met vier gasten van NAC. Wat is anders bij zo'n club als Helmond? Ja, het is wel een stukje kleiner allemaal. Het is wel eenzelfde soort club, vind ik. Met dezelfde soort sporters, alleen in kleinere mate. En is het dan lekker dat je hier met een aantal bekende gasten om je heen zit bij zo'n club? Ja, zeker. Dat geeft natuurlijk wel zelfvertrouwen om je heen. Je kent al mensen om je heen. Dat is toch makkelijker. Nu zijn wij hier vandaag. Heb je veel contact sowieso met NAC of met de spelers daar en hoe het daartoe gaat? Ja, regelmatig heb ik nog wel eens met de trainers of met de staf contact. Dan vragen ze even hoe het gaat en dat soort dingen. Bodie gaf even aan, die is verhuisd. Die is naar Eindhoven. Ben je ook verhuisd of woon je nog thuis? Nee, ik woon nog gewoon in Berg op Zoom. Ik heb nog iemand uit Berg op Zoom die hier woont. Dus dan zijn we mooi met z'n tweeën. Je stond vandaag basis. Wat je zei, wat blessure leed. Wat is voor jou het doel dit jaar? Voor mij het doel dit jaar is persoonlijk echt veel beter worden. Vooral aan mijn rendement werken, dus goals en assists leveren. En dat is mijn doel. Was je vandaag op weg? Want volgens mij één assistje. Net niet. Ik gaf wel de voorzet waar de goal uit kwam, maar helaas geen direct assist. Ah, dan doen we het een voorassistje, die tellen we ook. Half. Nou, zet hem op dit jaar en wie weet komen we nog eens langs. Yes, dankjewel.